De regering is erin geslaagd om goede relaties met landen over de gehele wereld te vestigen. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken de vorige week tijdens de overdracht van COVID-vaccins door de Verenigde Staten van Amerika aan Suriname. De bewindsman stelt dat de relaties die tijdens het vorige regime naar het nulpunt waren gedaald, helemaal zijn hersteld. Wij kunnen nu reizen naar zoveel landen in de wereld. Dus dat is ook een voordeel. Dus internationale betrekkingen zijn belangrijk en dat we daarin investeren. Ik zie het als een investering. Het is niet een kostenpost, het is een investering. Als we niet erin hadden geïnvesteerd, dan weten we ook dat al die hulp die is geboden gedurende COVID, na COVID en wat in de toekomst zal gebeuren, niet mogelijk zou zijn geweest. Zo simpel is dat. Ramdien zei dat Suriname de buitenlandse relaties ook kan kapitaliseren. Suriname heeft al zeker 200 miljoen SAD's door inspanning van verschillende ministeries binnengehaald. Derde punt wat ik wil maken, de relatie met de Verenigde Staten van Amerika is een enorme goede. Binnen 2 maanden nadat wij waren aangetreden is voor het eerst een Secretary of State, een minister van Buitenlandse Zaken, naar Suriname gekomen. Alleen maar om te bevestigen hoe blij ze waren dat democratie en democratisch bestuur hersteld was. Nou, wij moeten dat koesteren. Volgens Ramdien is er onlangs gesproken met de VS over handel en defensie. De vele bezoeken van Amerikaanse diplomaten naar Suriname geven aan hoe hecht de samenwerking tussen de twee landen is geworden.